Yay, home makeover! Ik weet dat jullie het vet leuk vinden om mee te kijken in mijn interieur en veranderingen die ik daarin maak en dingen die ik shop. Nou, is er één kamer in mijn huis die ik al tijden onder handen aan het nemen ben. Ik moet zeggen dat die ook nog niet helemaal af is, maar ik heb het over mijn walk-in closet. Wat eerst een kamertje was waar niemand in mocht en waar de deur in principe überhaupt gewoon niet meer open ging van alle kleren die er lagen. En dingen die in vuilniszakken stonden en stapels. En het was echt één groot drama met een veel te kleine kast en uitpuilende lades. Dus ik dacht, daar moet iets voor in de plaats komen wat wel past en wat de ruimte geeft aan al die mooie spullen. En wat gewoon aankleden elke dag een feest maakt. Dus ik ben begonnen met een walk-in closet te bouwen. En wat ik al zei, hij is nog niet af. Het is nog niet perfect. Er zijn nog geen deuren bijvoorbeeld. Het is nog niet 100%, maar ik wilde jullie toch alvast meenemen in het proces. Dus in deze video gaan we even terug in de tijd naar het begin, waarin het echt een troep is. Dus brace yourself daarvoor. Laat ik je even mijn inspiratie zien. En kijken we natuurlijk naar hoe het er nu uitziet. En dit is hoe het allemaal begon. Move that bus! Het is tijd voor een van de goals uit mijn 2017 bucketlist. En dat is een grote makeover van mijn walk-in closet. Wat op dit moment een piepklein slaapkamertje is met een kledingkast en een stuk of 11 vuilniszakken en bulten met kleding en schoenen. Kortom, een zooitje en dat zit gewoon in de weg van goede outfit of the days en ook van een georganiseerd leven. Dus het is tijd voor een plan van aanpak. Even over die life goals gesproken trouwens. Ik ben op dit moment courgettini aan het maken in plaats van pasta en ik weet gewoon niet meer wie ik ben. Ik hoor het jullie ook denken. Hoe dan ook. Ik laat jullie even zien wat er allemaal uit mijn twee oude kledingkasten is gekomen wat zo insane is. En ik wil helemaal niet zoveel spullen en ik dacht ook niet dat ik zoveel spullen had. En ik weet gewoon niet hoe ik dit... Oh, het is echt erg jongens. Oh, het is vreselijk. Maar dan krijg je gewoon even een beeld van hoe massive dit proces wel is. Ik heb het vannacht allemaal samen met mijn vriendje uit die kasten gehaald. Omdat ik gewoon niet door had dat dat allemaal leeg moest zijn voordat er iets anders in kon. Ik had het wel door, maar niet dat het morgen was. Nou ja, lang verhaal kort. Het is tijd. En dit is hoe de kamer er nu uitziet. Kortom, helemaal leeg. En deze IKEA-vrienden zijn ready to go. Woehoe! De eerste kast staat. En dit is lekker gesloopt. Poppetje zit in de hoek. Joehoe! Ja, dit zijn allemaal tools die ik natuurlijk niet ken die hierin zitten. Man, man, man. Dat dit allemaal gaat passen in dit kleine kamertje. Nou ja, het is nu inderdaad pas en meet om de kast in elkaar te krijgen. Ja. Echt heel erg. Oh my god. Deel 2 van het grote make-over proces is begonnen. Ik zit er eigenlijk gewoon heel nutteloos bij. En dat komt ten eerste omdat ik niet kan klussen. En ten tweede omdat ik net deze kiezer uit heb laten trekken. Die eerst door midden gezaagd moest worden. Bij de kaakchirurg. En nu voel ik me heel duf en heb ik een hamsterwang. Ik probeer nu wat lemon cake via de zijkant in mijn mond te proppen. Oké, het begin van een kastenwand is daar. Woehoe! Daar komt ie. Beetje bij beetje. Ja. Naar de volgende deur. Ja, dit is fantastisch. En check even hoe hoog. Ja. Ja. Ik ben nu al gelukkig. Laat maar zo zitten. Dankjewel. Als inspiratiebron deluxe ben ik natuurlijk meteen naar Pinterest gegaan. Want daar is gewoon alles wat mooi is op, nou ja, elk gebied in het leven ongeveer te vinden. Dus ook qua interieur is het echt een goudmijn. Ik zal ook even mijn Pinterest account in de video bio linken. Want dan kun je ook kijken naar mijn walk-in closet inspiratiemapje. Ik viel heel erg voor walk-in closets die wel georganiseerd zijn. Maar die nog wel karakter hebben. Dus met een leuk klein poefje of stoeltje en een leuk kleed. Mooie lijstjes aan de muur, zulke dingen.
Die smaakmakers moeten er bij mij nog best wel veel komen. En wat ik ook heb gedaan als inspiratie voor de kast is het design. Dus de indeling van de kast via Pinterest zoeken. Wat ik heb gedaan is zoeken op closet layout of closet layout plan of closet design. En op die manier kom je een heleboel bouwtekeningen van kasten tegen. Dus toen heb ik gewoon mijn muur uitgemeten en het bleek dat er bij mij ongeveer een kast van 3 meter in paste. Dus die heb ik toen verdeeld in handige stukken van 1 meter en 50 centimeter. Want sommige gedeeltes wil je misschien liever breed hebben en andere vooral in de hoogte. Ik wilde graag links in mijn kast 2 gedeeltes waar ik dingen kon hangen. Dan wilde ik een soort gebied met allerlei lades en dan bovenin een kruis waar ik 4 hokjes had waar ik allemaal tassen in kon leggen. En dan rechts nog een lang hanggedeelte. Dus dat heb ik helemaal uitgemeten aan de hand van zo'n Pinterest tekening. En als het ware ingevuld met een IKEA bouwpakket. Je kunt heel handig op hun website. Maar is het iets van de Pax Planner of zo? Kun je alles een beetje bouwen digitaal. En dan rolt er zo'n hele lijst uit waarmee je naar de winkel kan. Super handig. Niet overigens gesponsord of zo. Is gewoon heel handig. Dus ik heb alles wat ik in mijn hoofd had op mijn eigen manier met IKEA dingen ingevuld. Maar ik wilde niet de deuren van IKEA. Want dan vind ik het dat het toch zo'n typisch IKEA gevoel heeft. Het is natuurlijk niet zo dat er iets mis is met IKEA furniture. Ik ben er dol op. En zoals je ook bij een kast als die van mij ziet, het is gewoon perfect voor dit soort interieuroplossingen. Maar ik vind het wel leuker als je iets hebt wat ook een beetje gepersonaliseerd is. En daarom wil ik dan dingen als de deurknoppen of de deuren wel naar mijn eigen smaak customizen. Dus nu ben ik op zoek naar iemand die mooie houten deuren voor me kan maken. Ja, dus dat is eigenlijk hoe het er nu uitziet. En dat hebben we binnen, ik denk 2,5 dag is alles eruit gehaald. De oude kasten gesloopt, de IKEA dingen gekocht en de nieuwe kast erin. Het was best een klus, maar het ging eigenlijk heel efficiënt en lekker allemaal. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb dit met een klusjesman gedaan, omdat hij dan dingen kon aanpassen naar mijn wensen. Die je ook niet kon kopen. Bijvoorbeeld zo'n vak voor mijn tassen. Dat hebben ze niet bij IKEA, dus dat heeft hij zelf getimmerd. Dus wat dat betreft was dat echt wel een toevoeging en ging het gewoon veel sneller. Dit was een kijkje in het proces van mijn walk-in closet. Ik ben er dus nog zeker niet, maar het is echt wel een hele upgrade van hoe het in het beginstadium was. Ik hoop dat je het leuk vond om deze interieurreis een beetje met mij aan te gaan. En als je meer interieurtopics wil zien, laat het me dan zeker weten. Er staat ook een bedroom makeover en een living room makeover op mijn wensenlijst. Dus wie weet, misschien ooit in 2030 of zo dat dat ervan komt. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte en vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je niks wil missen. Ik vind het in ieder geval superleuk als je je abonneert. En ik ben vet trots op alle abonnees. Dus ik hoop je snel weer te zien in een nieuwe video. Doei!